10 jaar geleden geboren was? 7. Je bent? 7, man. Gewoon. And you must choose. I'm gonna slide to the back. You're gonna slide to the back? Yeah. Goedendag lieve mensen, Mr. Sam van Jezo. Wij zijn vandaag in Nijmegen met de vragen: als je 10 jaar geleden geboren was, hoe oud zou je nu zijn? Of zou je vreemd gaan? Zou je vreemdgaande vriend snitchen? We zijn hier zo met de boys. What are your names? Abdulhamid. Salim. Yazan. Ashraf. Nasser. Okay, boys. The first question is quite simple. If you were born 10 years ago, how old would you be today? Weet niet. 10 years ago. Yeah. I saw this in TikTok. So I know the answer. 10 years ago, I will be... We're 2022, so I'm gonna be now 10 years and 7 years maybe. How old are you? 17. 17? Yeah. Okay. Not good. That's a wrong answer. And you? How old are you? 17. Also 17. So yeah. If you were born 10 years ago, how old would you be today? Dus als je 10 jaar geleden geboren was? 6 years, I think. 6 years? Also, not good, man. Not good. Not correct. Okay, the next question. Yeah. I'm gonna give it to you later. Would you snitch on your best friend if he had a girlfriend and he was cheating on her? Would you snitch on him? No. Also not. Nay. Maybe if she was beautiful. I don't know. Again? Maybe if she was beautiful, yeah. If she was beautiful, yeah. You would say, yeah? Okay, why? And if she have money also, you know. You want her for yourself? Maybe, yeah. Yeah, maybe. Okay. That's not good, boys. That's not good. But so, you snitch on your best friend? Yeah, you would tell his girlfriend if he was cheating or not. That guy, no. Is he? No. Okay. Let's go. The last one. Who has a more difficult life? We boys or girls? Boys. Well, we as boys, I think. Boys. Why? You know, when the woman just speak, yeah? We should stop speak. You know what I mean? No, I don't understand. No, you don't understand? Explain. Yeah, so... Everybody with a woman, you know what I mean? Yeah. Like, nobody with us. Everybody with a woman, but nobody... How do you mean, nobody with... Like, when a woman says something, yeah. Everybody listening. But when a boy says something, yeah, nobody's listening. Okay, like that. Okay, understandable. Okay, I have one last one for you. Okay, just picture this in front of you. Your mother is in front of you on the couch. And your father is also at the back of you on the couch. Your mother and your father are both naked, and you are in the middle of the two. Would you? You have to choose between these two. The two questions here. Would you slide back, or would you slide to the front? And you must choose. I'm gonna slide to the back. What? Bro, what are you talking about, man? You're going to slide to the back? Yeah. Why? Yeah. I don't know, but you just I'm gonna slide the yeah, back. Yeah, you're not gonna slide to the front. Yeah, maybe I'm gonna close my eyes. I'm gonna go. De eerste vraag is: als jij 10 jaar geleden geboren was, hoe oud zou jij nu zijn? 10 jaar geleden geboren was, hoe oud zou zijn? Als jij 10 jaar geleden geboren was. 7. Yeah, boy. Fout. Als ik 10 jaar geleden geboren. Oh nee. Als ik 12. Fout. Denk rustig na. Luister naar de vraag, bro. Luister naar de vraag. Ik ben gewoon 10. Goed zo. You got him. Okay. Volgende vraag is: zou je je vreemdgaande vriend snitchen? Nee, man. Nee? Nah. Nee, man. Denk ik niet. Waarom? Het is, ligt niet aan mij wat hij doet, toch? Okay. Zo op die manier. Is issue. Ja, oké. Deze. Wie heeft een moeilijkere leven? Een man of een vrouw? ja, bro. Ik ben een goeie... Ik zeg eerlijk, ik weet echt niet, hoor. Nee, kan je niet kiezen? Nee, kan niet kiezen. Jij bent een man, dus...
Ja, maar ik ben nog jong, hè? Ja, en dat maakt niet uit. Oh, kom maar langs, hoor. Maakt niet uit, toch? Ja, man, een man, denk ik. Ja, oké. Okay. Ja, dat is een goede antwoord. Alleenstaande vrouw, zeg maar. Ja. Stel voor je een kind. Ja. Alleenstaande vrouw, denk ik wel, die moeten we zoveel zelf regelen. Oké. Nou ja, maar die heeft wel gewoon die benefits, weet je wel. Die wordt wel geholpen. Ja, kijk, als die man nog leeft, dan krijgt ze natuurlijk kinderbijslag en zo. Dus, weet je... Ik moet geen uitspraken, man. Oké. Smart boy. Oké, deze is het laatste. Stel je voor, je moeder en jij en je vader zitten op een bankje. Je moeder zit voor je, je vader zit achter jou. Je moeder en je vader zijn naakt en jij ook. En je moet... Kom hier zo, bro. Kom hier zo. Je hebt de keuze. Of je schuift naar voren, of je schuift naar achter. Welke van de twee zou je kiezen? Ik ga weg. Ik blijf daar niet eens zitten, man. Nee. Dat is ook echt een rare vraag, man. Okay. Daarvoor zijn wij hier, man, bro. Daarvoor zijn wij hier. Maar je zou geen van beide kiezen? Nee, man. Oké, wat is je uitweg dan? Weg. Gewoon weg? Gewoon weg. Gewoon weg. Ogen dicht weglopen. Zou je iemand daten die OnlyFans heeft? Nee, moeilijk. Moeilijk. Dus respect een beetje, man. Yeah. Geen respect voor mij dan, denk ik. In dat geval. En als je dan in een relatie zit, hoor. Stel je voor je zit in een relatie en ze zegt tegen jou van, hey, schat, ik zou OnlyFans willen doen. Wat zou je zeggen? Ik zou het niet accepteren. Ik zou gewoon zeggen van, tjala's toch? Maar als ze zegt, ik wil gewoon delen met jou? Nee, ook niet. Geen respect naar mij. Man met zelfrespect hier zo. Oké. Zeg maar na, bro. Blauw. Blauw. Rood. Rood. Geel. Geel. Groen. Groen. Welke kleur is gras? Welke kleur is gras? Deze man. You got him. Oké. Laatste. Deze. Wie is er ouder? Jij of je bodycount? Ik ben ouder. Jij bent ouder? Ik ben ouder. Oké. Ja, weet je wel. Die vrouwen zijn wel moeilijk tegenwoordig, hè? Ik ben er niet veel mee bezig. Nee? You're busy with money stacking? Nee, ik ben bezig met mijn school. Mijn studie afmaken. Dat is belangrijk. Lekker man. Netjes man. Als jij 10 jaar geleden geboren was, hè? Ja. Hoe oud zou jij nu zijn, bro? 7, man. Gewoon, 10. Wat? 10 jaar geleden geboren. Als jij... 10 jaar geleden word je geboren, dan ben je nu toch 10? Nee, bro. Jawel. Luister naar de vraag, bro. Oh ja, tuurlijk. Laat me hangen, man. Nee, man. Oké, man. Hij heeft hem. Zou je... Als ware je vreemdgaande vriend, als ware, zou je die snitchen? Nee, man. Nee? Nee, man. Ook niet als je gewoon goede vrienden was met zijn vrienden? Nee, man. Nee? Nee, man. Oké. Loyale vrienden. Oh, moet je vernauwen, bro. Goed zo, man. Netjes, man. Oké. Wie heeft een moeilijkere leven? Een man of een vrouw? Man. Vind ik. Ja? Waarom? Een man? Hij moet meer werken dan een vrouw om voor zijn gezin te zorgen, toch? Oké. Vind ik. Ja, dat wel. Hij moet wel werken voor het geld, maar... Ja, vrouwen is wel fijn met zwanger en zo. Maar dat maakt eigenlijk ook niet uit, toch? Dat is... Misschien, ik ben gelijk, man. Ja? Ligt eraan. Oké. Ja, begrijpelijk. Maar ja, ze worden 1 keer zwanger. Ze doen het eruit als de relatie niet goed gaat en zo. Ja. Als jullie dan uit elkaar gaan, dan ben jij degene die alimentatie moet betalen, bro. Nee, dat gaat er niet worden, man. Nee, niet? Nee, man. Ik zou zeggen, ik als man zijnde, bro. Dat is wat ik zeg. Oké. Zou je iemand daten? Zouden jullie iemand daten die OnlyFans heeft? No. Nee. Nee, ook niet? Geen respect, vind ik. Nee, man. Geen respect? Geen respect. Oké. En als je dan in een relatie zou zitten al dan, hè? En ze zegt, schat, ik wil OnlyFans doen. Zou je uitmaken of? Ja, wel. Als ze echt uitmaken met dat plan wel. Man. Ja? Ja. Oké. Nou ja. Deze laatste voor jullie, boys. Wie is er ouder? Want ik denk dat jullie wel players zijn, man. Jullie twee, jullie zien er wel slik uit hier zo. Ik heb geen idee, man. Oké. Ja. Maar oké, wie is er ouder? Hij is ouder. Kom, man. Nee, ik ben nog niet klaar met de vraag, bro. Oh, sorry, man. Jij, jouw leeftijd of je bodycount? Wat hoger is. Wie er ouder is, als het ware. Die van hem. Ja, die van mij. Ja, je bodycount is ouder dan jouw leeftijd? Nee, dat niet, man. Nee, man. So that was a fucking lie. Oké, mensen. Dit was hem weer voor de editie in Nijmegen.
Wij gaan er weer vandoor. En vergeet niet te subscriben, commenten en te liken natuurlijk. De thumbs up of the thumbs down. But fuck you if you do the thumbs down. Nee, grapje. Just joking with your head, man. Swish!